Dan naar een andere staatssecretaris, naar Van Veldhoven. Er zijn namelijk grote zorgen over haar groene parkeerplannen. Ja, want benzine- en dieselrijders die blijven de volle MEP betalen, of misschien zelfs wel meer. Terwijl mensen met een elektrische stekkerauto korting krijgen of zelfs gratis mogen parkeren. Dat is vanaf 2021 realiteit. Tenminste, als het aan staatssecretaris Van Veldhoven van D66 ligt. Maar regeringspartij VVD is het er niet mee eens. VVD-Kamerlid Erik Ziens zegt vandaag in de Telegraaf dat dit te ver gaat. Hij wil dat er niet alleen voor elektrische auto's, maar ook voor zuinige auto's een voordeeltje komt. En hij wil ook dat er wettelijk een maximum verschil komt in die parkeertarieven, om er zo voor te zorgen dat er geen woekertarieven worden doorgevoerd. Mark, slaat dat plan door wat jou betreft? Ja. Hoor je een beetje lachen hier? Nou ja, het is natuurlijk al een beetje een hobby voor mensen met een beetje geld, die elektrische auto's. En dan krijgen ze ook nog voordeeltjes bij het parkeren. Ik geloof dat ik wel eens met de VVD. Meneer Sneller, u bent natuurlijk van dezelfde partij. Ja. Waarom snapt u dat er ook mensen zijn die zich toch zorgen maken, hè, die een benzineauto hebben, die denken, ja, straks moet ik die woekerprijzen betalen? Ja, nee, die zorgen over de maximumprijs, die snap ik heel goed. Maar ik moest wel een beetje lachen over de VVD. Ik zat in de gemeenteraad van Den Haag en was toen woordvoerder parkeren. Toen stelden wij dit soort dingen voor, om te zorgen dat meer vervuilende auto's ook meer parkeerbelasting betalen. En daar was de VVD toen heel erg tegen. Ja, maar nou ligt deze kwestie voor. Dat is een heel ander verhaal. Het gaat nu om mensen die dus al een beetje verwend worden met die elektrische auto's. Al subsidies krijgen. En dan ook nog dat voordeeltje. Dat is toch logisch dat mensen dan een beetje denken van ja, hou eens op. Die subsidies zijn juist bedoeld om te zorgen dat er zometeen veel meer mensen elektrisch kunnen gaan rijden. En dit gaat over 2021. En de bedoeling is natuurlijk dat het dan veel meer bereikbaar is voor iedereen. Maar u snapt wel dat er nu ook mensen zijn die denken, ja, ik kan dat straks niet meer betalen. Ik snap die zorg en zeker daarom zei ik ook het maximumtarief. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen, dat je daar goed naar kijkt. Daar moet naar gekeken worden. Dan